Op dit schuurdakje wilde ik een zonnepaneel plaatsen. Daar heb ik spullen voor besteld. En dit filmpje gaat over de montage. Dit is een Enphase connector. Dat zou eigenlijk een hele kabel zijn aan één kant. Maar ter plekke voor mijn neus werd hij eraf geknipt. Dit is de betreffende omvormer die op de draagconstructie gemonteerd wordt. Waar het zonnepaneel op komt. Dus die komt buiten. En er komt eigenlijk gewoon rechtstreeks die connector op. En er kan eigenlijk een stekker aan gemonteerd worden. Gewoon zo, hup, 230 volt AC eruit. De aluminium profielen voor de draagconstructie die worden voorzien van deze eindklemmen. De kunststofdelen komen aan de buitenkant. En de klemmen zelf die worden in dit geval geplaatst. Dit is de klem van SDEC. Ik wilde per se deze klem hebben omdat ik dakpannen niet helemaal vertrouw dat ze heel blijven. En in dit geval kan je keurig de klem stellen. Dit is een kliksysteem. Daar gaat het profiel in en zonder verdere bevestiging klikt dat zo vast. Twee parkers erbij om de omvormer te monteren. Eerst meten op het dak. Ruwweg is de afmeting van het paneel 1 meter breed en 1,80 meter lang. En dat betekent dat op 90 centimeter afstand twee dakpannen weg moeten. En dat zijn deze Tuur-du-Noor dakpannen. Je schuift hem weg, je schuift de klem eroverheen. En je draait eenvoudig met een torx-schroevendraaier of torx-sleutel. Draai je het vast. En dan maar hopen dat het niet krakt. Ik had er eigenlijk kunststof opvolstukjes onder willen hebben. En dat is mij een paar keer door de leverancier beloofd dat die erbij zou zijn. Maar die was er dus niet bij. Schuif je de dakpan terug. Dan zie je dat die natuurlijk niet aansluit. En daar zou ter plekke van de klem met een haakse slijper een stukje uit de dakpan geslepen kunnen worden waardoor die ligt. Verder op het dakje liggen oranje dakpannen. En dat lijkt hetzelfde, maar dat zijn dus precies natuurlijk net iets andere afmeting. Dus daar paste die niet tussendoor, dus moest ik even één nokje een beetje wegslijpen. En ook daar heb je natuurlijk het probleem dat hij niet helemaal goed aansluit. Uiteindelijk heb ik er dus vier opgelegd. En dan gaan we zagen, want ik had een hele lengte meegekregen in plaats van twee korte. Dus afgemeten en op lengte gezaagd en geveild. Zo werkt het met de eindklemmen. De klem gaat er overheen en de eindkap gaat er overheen. En ik heb eigenlijk de aluminium profiel heb ik eigenlijk te precies gemaakt. Zou je die dus een centimeter of twee korter hebben, dan heb je in ieder geval nog wat speling in het schuiven van deze constructie. Terwijl ik nu maar moet hopen dat die precies goed is. De nok die valt er achterin en dan met aandraaien wordt dat vanzelf een klem. En aan de andere kant zit dat natuurlijk hetzelfde. En het paneel past er dus precies tussen. Maar zou die dus ietsje korter of ietsje langer zijn, dan heb je dus een probleem. En zo zitten ze erop. En zoals te zien is, heb ik de beugels precies verkeerd gezet, waardoor ze vallen op het kunststof eindstuk. Ja, dat is niet handig, dus ik moest ze twee of één pan laten zakken. De bovenste heb ik één pan naar beneden gedaan. Dan komen de SDEC klemmen iets dichter bij elkaar. Aftekenen van de Enphase omvormer. Micro omvormer. Nou, wijst ook voor zich. Even rekening gehouden dat waar ik de stekker erin wil doen. En niet eventjes proberen, want als die vastklikt ben je
de klos, dan moet je maar weer zien dat je hem los krijgt. Maar het is de bedoeling dat de snoeren op die manier weer onder de dakpannen verdwijnen. Nou, gaten geboord, 5 mm in dit geval, en erin gedaan. Nou, gekeken naar de buitenmaat en de binnenmaat. En daar is aan het eind van het filmpje een opmerking over. Ik kwam hieruit op 25 mm. En ik wil daar dus een parkertje doen. Dat als je het paneel er op het dak schuift, dat je hem daarachter kan haken. Achter die parkers. Dit is een onwillige parker. Even de kop meten. En ik dacht, dan hang je hem daarachter. En dan heb je alle tijd om vervolgens de eindkappen erop te zetten. Dus in dit geval die verkeerde 25 mm parkers, gaatjes geboord en parkers geplaatst. Dit is de manier waarop hij erin klikt. Het is echt heel eenvoudig. Maar dan is hij nog wel te schuiven. Dat was niet de bedoeling. Dat had ik ook nog nergens tegengekomen. Dat heb je natuurlijk bij verticale positionering. Dus hij klemt wel. Hij kan er dus niet zomaar uit. Maar om het schuiven tegen te gaan, heb ik dus met een boormachine daar een gat in geboord en een parker ingedraaid. Een beetje groot uitgevallen parker. Zoals hier te zien. Dat voorkomt in ieder geval het schuiven. Ik weet niet of dit de manier is. In principe had die parker er ook op een andere plek gekund, maar hier was toch al een gaatje. Hier wil ik dus de kabel onder de dakpan. Die ruimte is er toch al. Dus dat moet kunnen. Dakpan weg. Gat geboord met een boormachine. En daar kan die dus door naar binnen. Hij is natuurlijk maar heel kort, omdat hij om een onduidelijke reden is afgeknipt. Maar op die manier komt dat. Ik isoleer de ene uiteinde en ik verleng het andere uiteinde. Nog even over de eindklemmen. Die zijn dus Torx, zoals alles van SDEC, met een nokje erin. En ik heb hier wel een Torx sleutel met een gaatje erin. Maar dat gaatje bleek dus te klein. En ik heb er uiteindelijk gewoon M6 boutjes ingezet. Hier was ik dus de mist mee ingegaan. En dat is een kwestie van dat je de afbeelding goed moet vergroten. Dat was namelijk niet de maatvoering naar de binnenkant, maar dat was de maatvoering naar de gaatjes. En de werkelijke maatvoering is dus 35 mm, waar ik 25 mm had gerekend. Dus ik moest weer het dakje op om de parkers aan het eind te vervangen. Zou ik de profielen in zich heel korter gemaakt hebben, dan had ik dat wel op kunnen schuiven. Maar in dit geval dus niet. Abonneer op mijn kanaal. Volgende keer wat over de elektronica en natuurlijk het plaatsen van het paneel zelf.